Ons duurzaamheidsprogramma is gebaseerd op 3 pijlers: circulariteit, mensen en continue verbetering. De 3e pijler heeft betrekking op continue verbetering en omvat 2 onderwerpen. De eerste is duurzame innovatie, gelinkt aan de SDG Industrie, Innovatie en Infrastructuur. Alle nieuw gelanceerde producten moeten zo worden ontworpen dat ze recyclebaar of herbruikbaar zijn. En alle nieuwe producten moeten betere duurzaamheidsprestaties leveren dan hun voorgangers. Binnen duurzaamheidsprestaties, gelinkt aan de SDG's Duurzame Steden en Gemeenschappen en Verantwoorde Consumptie en Productie, zullen we verschillende levenscyclusanalyses maken voor verschillende productlijnen. Maar we zullen ook naar onze leveranciers kijken. Om een volledige cyclus te creëren, moeten onze leveranciers ook aan onze duurzaamheidscriteria voldoen. Daarom zullen we in 2023 een lijst van criteria opstellen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers bijdragen aan ons duurzaamheidsprogramma. Dank u voor uw aandacht. Vergeet niet om de video's over de andere 2 pijlers van ons duurzaamheidsprogramma te bekijken.